Nou, wij vinden het uitstekend en belangrijk dat de discussie over omgang met koloniale erfgoed wordt gevoerd. En wij staan ook behoorlijk vooruitstrevend in de vraag, ben je bereid om roofkunst terug te geven? Onze antwoord zou daarop zijn ja. Maar het plegen van een strafbaar feit om dat punt te maken, daar hebben we weinig sympathie voor. Ze willen duidelijk een grote media-aandacht bewerkstelligen. Ze hebben dit ook in Frankrijk gedaan, bij twee musea. Daar zijn ze ook gearresteerd. Ze moeten ook voorkomen daar. Dus dit is denk ik de bedoeling. Wij hebben natuurlijk al onmiddellijk gezien dat daar iets bijzonders aan de hand was. En wat ik al zei, dit is ook niet de eerste keer dat ze dit doen. Dus in die zin kan je zeggen, waren we voorbereid. En we hebben ze heel bewust even hun gang laten gaan om ook een handgemeen te voorkomen. Want dat was dan nodig geweest om hen de gang naar buiten te beletten. En dat zou ook objecten hebben kunnen beschadigen, maar misschien ook wel onveilige situatie voor bezoekers hebben we kunnen opleveren. In de wetenschap dat de politie al vlakbij was. En we hebben het beeld ook geen moment uit het oog verloren.